Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en vandaag is bij mij te gast Jan Luiten van Zanden. Emeritus hoogleraar economische geschiedenis. Welkom. Dankjewel. Leuk dat u hier bent. Ik verheug me op dit gesprek. Ja, u heeft recent uw afscheidsrede bij de universiteit geschreven en gehouden. En die ging over het einde van de euro. En dat is nogal een mooi controversieel onderwerp, politiek gevoelig ook. En betekent het dat wij als Nederland uit de euro moeten stappen? Nou, het ging, als ik je even mag corrigeren, niet specifiek over het einde van de euro. Het ging over de euro en alles wat daarmee goed en vooral fout gegaan is. En de conclusie die je daaraan kunt verbinden is dat het misschien verstandig is om een ander soort systeem geleidelijk aan in te gaan voeren. Ik heb niet gezegd dat we unilateraal als Nederland nu morgen of over een paar weken uit de euro moeten stappen. Want dat zou tot chaos leiden. Dat leidt tot de moeder aller crisis, heeft Barry Eichengreen, dat is een hele belangrijke collega, beweerd. En daar zou hij wel gelijk in hebben. Maar we moeten wel. Dus het ligt genuanceerder dan het dat. Het ligt genuanceerder, zoals altijd. Maar het is wel zo, de euro is natuurlijk mensenwerk. En net zoals de gouden standaard of het Bretton Woods systeem, dat heeft een bepaalde levenscyclus. Dat gaat een tijdje mee en dan is het op. Dan slaat er een crisis toe, dan gaat het uit elkaar vallen. Dat gaat met de euro ook gebeuren. Dat is de enige echte zekerheid die we hebben. En daar zijn we nu niet op voorbereid. Want we denken nu dat de euro, althans de politici denken dat de euro voor de eeuwigheid is. Ja. En dat zal niet zo zijn. En ze doen er ook alles aan om het in stand te houden. En de centrale bank, de vorige president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, zei whatever it takes. Ja. Dus dat betekent, die euro moet blijven. We hebben nu 20 jaar. Eigenlijk na 10 jaar begonnen de eerste echt grote problemen zich al te manifesteren. Nu zijn we nog 10 jaar verder. Ja. En wat zijn nou de belangrijkste dingen waarvan u zegt, hier gaat het op fout en daarom moeten we rekening houden met het einde van die euro? Of ons erop voorbereiden? Het fundamentele probleem is dat een gemeenschappelijke munt vereist dat je economische monetaire politiek afstemt tussen de landen waar het om gaat. En de echte politieke macht zit niet in Brussel, maar die zit in de hoofdsteden van de verschillende landen. Dus Griekenland of Italië of Nederland kan eigenlijk in hoge mate doen economische politiek wat ze zelf willen. Dus het feit dat de macht over cruciale zaken gedecentraliseerd is, ondermijnt op den duur het bestaan van één munt. Dat maakt het één munt heel moeilijk. In concreto betekent dat nu dat er twee tradities zijn in zekere zin van het beheren van een gemeenschappelijk van een munt, de Zuid-Europese en de Noord-Europese. En daar zijn grote spanningen, er zijn grote verschillen tussen. En in het begin hebben we geprobeerd het Noord-Europese model op te leggen aan het zuiden. En dat heeft tot dramatische misstanden geleid. Griekenland is daar het bekendste voorbeeld van. Daar zijn we allemaal veel en veel ongelukkiger van geworden. Nu is het de situatie omgedraaid en daar gaat mijn reden ook over. En is het zo dat de zuidelijke landen de toon van de melodie bepalen, dat zij bepalen waar de grenzen van het systeem liggen. Maar daardoor zijn de noordelijke landen heel ongelukkig met hoe het systeem gewerkt heeft de afgelopen jaren. Er is eigenlijk heel veel geld in de economie gepompt waar wij niet aan nodig hadden. Wat geleid heeft tot een hoos op de vastgoedmarkt en wat nu ook een van de oorzaken is van de inflatiegolf die we nu meemaken. Dus het feit dat er fundamentele verschillen zijn in de politieke economie van het zuiden en het noorden van Europa maakt dat je verschillende type munten nodig hebt.
En dat is de meest concrete probleem waar ik op gewezen heb, wat wel al bekend was, maar wat nog een keertje geanalyseerd is in mijn reden. En wat maakt dat dit nou zo'n politiek moeilijk onderwerp is om goed over te praten? Dat we echt het over de inhoud hebben? Want het is al heel snel, vervalt het in, als iemand zegt, Nederland zou uit de euro moeten, dan valt dat meteen in een rechts rabiaat hoekje. Dan ben je nationalistisch bezig en we moeten Europa bij elkaar houden. En dat betekent de euro bij elkaar houden. Nou ja, ik vind ook dat we Europa bij elkaar moeten houden. En zeker op dit moment met de Oekraïne-crisis. En dat er alle reden is om Europa verder te versterken. Mm-hmm. En ik ben helemaal geen tegenstander van de Europese samenwerking. Ik denk dat dat de weg vooruit is. Maar we moeten ook nuchter kunnen vaststellen dat de euro niet het juiste instrument is om dat te bereiken. Ja. Een van de andere opvallende dingen van de euro is dat de helft van Europa doet niet mee. Hè? Landen als Zweden, Denemarken, Polen, die doen niet mee aan dat instrument. Omdat zij zien dat de voordelen daarvan niet opwegen tegen de nadelen. Ja. Dus het splijt Europa op dit moment al. En het heeft Europa vanaf het begin gespleten. De Brexit is denk ik ook voor een deel gevoed door het hele euro-experiment, waar de Britten helemaal niets mee hadden. Hm. En die hebben vanaf het begin ook gezegd, wij willen daar niks mee te maken hebben. We willen een opt-out clausule, waardoor we daar buiten kunnen blijven staan. Dus het verdeelt Europa nu ook al. En dat zal alleen maar ernstiger worden, is mijn verwachting. Ja, en dus dat kader van als je tegen de euro bent, dan ben je tegen Europa. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Nou, daar zouden we vanaf moeten. En we zouden heel nuchter moeten gaan kijken tegen welke oplossingen er zijn om eruit te komen met elkaar. En wat dan een optimaal systeem is, wat de verschillen binnen Europa erkent, wat daar rekening mee houdt. En dan kom je vermoedelijk uit bij een systeem met 2 euro's of iets dergelijks. Ik heb daar niet heel concreet ideeën over. Maar in ieder geval niet bij een systeem van 1 euro, want daar zijn we nu wel achter. Dat werkt niet. Ja. U begon uw academische carrière met een openingsreden, en die ging ook over een monetair systeem, ja. over de goudstandaard. Ja, klopt. Het lijkt me wel leuk, daar was ook het punt, we hebben te lang vastgehouden aan die goudstandaard. Ja, ja. Dat is een heel typisch Nederlandse discussie. Die gouden standaard was in de 19e eeuw functioneerde die oké. Tussen 1870 en 1914 heeft dat redelijk goed gefunctioneerd. En wat hield hij precies in? Die hield in dat alle munten gekoppeld waren aan het goud. Dat eigenlijk de munt bestond uit een hoeveelheid, een aantal grammen goud. En dat kon variëren tot veel, als het om de Britse pond ging, tot veel minder als het om de Belgische franc ging of iets dergelijks. Maar dat betekende dus dat er vaste verhoudingen waren via dat goud tussen de verschillende munten van Europa en van de rest van de wereldeconomie. Dus dat gaf stabiliteit. En dat disciplineerde tot op zekere hoogte ook de landen die daarbij betrokken waren. Want je wilde binnen die marges van dat gouden standaard blijven. Dus je kon niet al te gekke experimenten met je economie doen. Je kon niet veel inflatie creëren of iets dergelijks. Want dan verdween het goud uit jouw economie, vloeide het naar andere landen toe. En kreeg je daardoor een soort depressie binnenland. Dus dat was in theorie een systeem wat zichzelf redelijk goed aanpaste aan veranderende economische omstandigheden. Wat redelijk goed gewerkt heeft, maar in de jaren 20 en 30 heeft men geprobeerd dat weer op dezelfde manier dus na de grote schok van de Eerste Wereldoorlog, op eenzelfde manier weer herin te voeren. Nou, dat is een drama geweest. Ook Keynes, bijvoorbeeld de grootste econoom van de vorige eeuw, die heeft vanaf het begin daar tegenin geschreven en gezegd, dit is de grootste fout die je aan het maken bent. Want de Britten bijvoorbeeld probeerden de gouden standaard tegen de oude pariteit van voor de oorlog in te voeren, ondanks het feit dat er heel veel inflatie was geweest.
Dus dat wrong aan alle kanten. En in de jaren 30, als de grote depressie toeslaat na de beurskracht van 1929, zie je ook dat landen de gouden standaard gaan verlaten. Maar Nederland heeft in zekere zin het ongeluk dat we heel ruim in het goud zitten. Dat we een heel comfortabele positie hebben binnen de gouden standaard. Mm-hmm. We worden dus niet uit er vanaf gedwongen door speculaties tegen de gulden. We blijven erin zitten en dat is een van de oorzaken geweest, of misschien wel de oorzaak, dat de crisis van de jaren 30 in Nederland zo lang geduurd heeft. Hm. En dat wordt vaak met Colijn verbonden. Colijn is daar het symbool van en hij was ook zeker de krachtige leider, zou ik maar zeggen, die dat allemaal verdedigde. En uiteindelijk wel moest toegeven dat dit een verkeerd beleid geweest was. En wat gebeurde er dan? Doordat je vasthield aan die goudstandaard, werd er niet genoeg nieuw geld gecreëerd? Of kwam er niet genoeg geld in omloop? Nee, het belangrijkste effect was al op de concurrentiepositie. Dus de andere landen devalueerden eigenlijk hun munt. De Britten devalueerden de munt met 20-30%. Dus Nederland werd plotseling heel duur. En daardoor stortte de export nog meer in dan die anders al zou hebben gekrompen. Mm-hmm. En dat zorgde ook voor een druk op prijzen en lonen. Want je was een duurte-eiland geworden doordat je vast bleef houden aan de gouden standaard. Dus binnenlands probeerde men dat dan op te lossen door lonen te gaan verlagen. Wat natuurlijk ook slecht is voor de koopkracht. Huren te gaan verlagen. Dus dat leidde tot allerlei acties die weinig opbrachten, maar wel eigenlijk contraproductief waren. En niet het fundamentele probleem oplosten dat je in een heel ongunstige concurrentiepositie terecht was gekomen. Ja, en daar hielden we dus te lang aan vast. Maar als u dit zo schetst, dan is het precies het tegenovergestelde van de situatie waarin Nederland nu zit in de euro. Ja. Waarbij juist die euro voor Nederland eigenlijk goedkoop is. Ja. En dat wij heel veel kunnen exporteren naar het buitenland toe. Dus je zou kunnen zeggen, nou, we hebben geleerd van wat er misging met die gouden standaard. We doen het nu hartstikke goed. Nederland is goed bezig. Ja, dus wij hebben zeker in de eerste 10 jaar... duidelijk geprofiteerd van de euro, samen met Duitsland en een aantal andere Noord-Europese landen, omdat een relatief gunstige. De koers van de euro was het gemiddelde van de koers van de zuidelijke euro en van de noordelijke euro. Het noorden had een traditie van een sterke munt, het zuiden had een traditie van een zwakke munt. Het compromis daarvan kwam voor Noord-Europa gunstig uit, of pakte gunstig uit. Ja. En daardoor hebben wij het relatief goed gedaan, maar Zuid-Europa is daardoor op een achterstand gekomen. En wat je normaal gesproken verwacht van Europese integratie of integratieproces in het algemeen, is dat armere delen van zo'n samenwerkingsverband sneller groeien. Dus dat er convergentie optreedt binnen zo'n samenwerkingsverband. Dat was tot 2000 ook het geval. Hè. Portugal en Griekenland en Spanje groeiden sneller dan Noord-Europa. Maar dat proces breekt af met de introductie van de euro, omdat je daardoor allemaal dezelfde koers krijgt en de concurrentiepositie van de zuidelijke Europese landen heel ongunstig wordt. Dus ja, voor Nederland was het even leuk, maar voor Europa als geheel was dit heel slecht nieuws. Want dat convergentieproces, dat kwam ten einde. En dat daarmee viel in zekere zin de bodem onder het hele economische experiment, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is sinds de crisis omgedraaid, sinds de eurocrisis? Niet helemaal, maar de andere problemen zijn daarvoor in de plaats gekomen. Ja. Want Nederland profiteert nog steeds van die goedkope euro, omdat we kunnen exporteren. Nog steeds een aantrekkelijk land om je spulletjes in te kopen. Ja. Er komt veel geld hier naartoe. Ja, nee, dat is correct. Maar wat daar tegenover staat is natuurlijk dat het beleid van de ECB, wat in de eerste 10 jaar heel erg gericht was op de belangen van het noorden, dat die met het whatever it takes van Draghi omgedraaid is. En dat heeft geleid tot het op grote schaal in de economie pompen van geld.
via het aankopen van obligaties, met name van de staat, het laag houden, zo kunstmatig laag houden van de rentestand. En dat heeft natuurlijk tot een hoos hier geleid op vastgoedmarkten, op aandelenbeurzen. De speculatie is hand over hand toegenomen. En dat heeft de sociale ongelijkheid binnen Nederland enorm vergroot. Starters kunnen nu geen huis meer kopen in de grote delen van het land. Mensen van mijn leeftijdscategorie zien de waarde van hun woningen enorm toenemen. Dus de verschillen sociaal zijn sterk toegenomen. En ja, dat is duidelijk verbonden met dat euroverhaal. En dat is niet wat we voor ingetekend hadden. Dat is een soort onbedoeld effect geweest, maar wel heel nadelig. En wat daarbij komt kijken, is dat er dus heel veel geld ook nog is blijven zweven, zou je kunnen zeggen, in de economie. En de huidige inflatiegolf is daardoor mede aangewakkerd en is ernstiger dan hij zou zijn geweest als we een centrale bank hadden gehad die de afgelopen tijd een meer adequaat beleid had gevoerd wat dichter bij de belangen van het noorden had gestaan. En maar kunnen we dit echt aan de euro toeschrijven? Want het is toch een wereldwijd probleem. In Engeland, in de VS, daar hebben we niet een eurosysteem. Daar is een centrale bank die toch vergelijkbaar beleid heeft gevoerd. Die ook de rentes laag heeft gehouden. Die ook staatsleningen en bedrijfsleningen is gaan opkopen in de economie. Ja. Ja. Veel geld heeft gecreëerd. Ja. Dus het is een mondiaal probleem. Hoezo het is een mondiale aberratie, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is ook begonnen bij andere landen. Ja. En een van de redenen waarom Europa dat heeft ook overgenomen was dat wij merkten dat de koers van de euro ging stijgen ten opzichte van de Duitse, de Amerikaanse dollar en de Britse pond. Nou, dat hebben we flink omgedraaid op het moment. Daar hebben we iets voor gedaan, absoluut. Maar dat contrast met die goudstandaard is wel heel opvallend. Want nu hebben we de euro, de wisselkoers van de euro weer naar beneden gebracht. Ja. Dus je zou zeggen, dit is precies wat er bij de goudstandaard verkeerd ging, dat doen we nu goed. Ja, maar we zitten nu wel met een inflatiegolf. We zitten met een grote vermogensongelijkheid. En dat experiment willen we niet nog een keertje herhalen. En ik denk dus dat we ook aan de vooravond, dus ook de schulden van huishoudens en van bedrijven zijn sterk toegenomen, want die lage rentestand heeft dat proces ook gevoed. Dus we zijn ook heel kwetsbaar door deze ontwikkelingen voor een volgende financiële crisis. Als de voortekenen correct zijn, dan is de kans groot dat in het najaar zo'n crisis gaat uitbreken. En eigenlijk het hele scala van maatregelen die een ECB kan inzetten tegen zo'n financiële crisis, daar beschikken we niet meer over. Want we zitten eigenlijk al in een beleid wat heel erg stimulerend is, hoewel het weinig economische groei heeft opgeleverd. Ja. Dat andere landen hetzelfde fout gemaakt hebben, dat is natuurlijk waar, maar maakt het nog niet beter dat wij die fout ook maken? Nee, maar de rol van de euro is dan in die zin wel beperkt. Misschien vergroot die het probleem nog, omdat we minder mogelijkheden hebben? Nou, maar het is toch duidelijk dat het whatever it takes, wat toch de omslag geweest is van Draghi, dat vooral gericht was op het redden van de Italiaanse euro, zou je kunnen zeggen. Want op dat moment liepen de spanningen in Italië ook op en begon men zich zorgen te maken, kan de Italiaanse overheid nog wel de schulden blijven betalen en aflossen? Dus het had ook wel degelijk een hele sterke eurodimensie. Ja. Het had ook een internationale dimensie, dat is zeker waar. En uiteindelijk is een van de voedingsbronnen van deze goedkoop geldpolitiek dat bijvoorbeeld een regering Trump zijn doelen vooral zag in het verhogen van aandelenkoersen, want zijn achterban profiteerde daar enorm van. En ja, het was geen grote ontdekking dat als je de rentestand laag houdt, dan dat goed is voor aandelenkoersen. Dus we zijn eigenlijk mee gaan doen met een vergelijkbare beleid, wat
in zekere zin ultra-rechts beleid is, zou je kunnen zeggen. Want het leidt tot grote toename van ongelijkheid binnen een land. Ja, het is vooral de rijkere mensen profiteren van dat beleid en de armere mensen en de middenklasse delft het onderspit. Ja. U bent economisch historicus. Mm-hmm. We hebben het al over de goudstandaard gehad. Ja. Het is misschien ook interessant om te kijken van waar is dan het midden tussen die gouden standaard heel rigide vasthouden en wat we nu hebben, waarbij heel veel geld is gecreëerd door die centrale bank. Zijn er voorbeelden uit de historie waarin we misschien een middenweg hebben gehad of waar we iets van kunnen leren? Of waar het nog meer goed fout is gegaan? Nou, kijk, Nederland heeft wel een opmerkelijke geschiedenis met zijn munt, zou je kunnen zeggen. Dus daar kunnen we misschien wel iets uit leren. We hebben een lange traditie van stabiliteit van de gulden. We hebben ooit uitgerekend dat het, als je teruggaat tot 1300 of 1400, dat de gulden en de voorgangers daarvan de meest stabiele munt is geweest, samen met het Britse pond, uit de wereldgeschiedenis. Dus dat speelt ook wel een klein beetje een rol, dat die gulden staat toch wel symbool voor een hoge mate van stabiliteit. En het kostte wat emotionele moeite om dat in te ruilen voor een euro, waarvan we maar moesten afwachten hoe dat zich verder zou gaan ontwikkelen. Kijk, bij een monetair systeem gaat het eigenlijk altijd om de uitruil van twee verschillende dingen, denk ik. Voor lange termijn economische ontwikkeling, economische groei, is het goed om een stabiel systeem te hebben met een klein beetje inflatie, maar verder geen grote ingrepen in zo'n systeem. Op korte termijn is het vaak zo dat er, zeker de staat, maar andere partijen die toegang hebben tot het systeem, dat die er belang bij hebben om op korte termijn winst te maken uit het aanmaken van extra geld. Want geldcreatie is gewoon een soort bonus die uit het systeem gehaald kan worden. Hoe meer je dat doet, hoe beter. Dus elk financieel monetair systeem wordt gekenmerkt door die spanning tussen lange termijn stabiliteit is belangrijk en op korte termijn zijn er altijd prikkels die ertoe kunnen leiden dat er heel veel geld bijgedrukt wordt en dat je inflatie krijgt. Die spanning is in het verleden, als je kijkt naar de Nederlandse geschiedenis, grotendeels bedwongen door het feit dat in Nederland de burgerij, de kooplieden vanaf de 17e eeuw, maar ook daarvoor eigenlijk al, de politieke economie controleerde en die lange termijn belangen voorop stelde. Dus als je het aan de middenklasse overlaat, dan kun je een relatief stabiel systeem krijgen. Als je het aan de elite overlaat, aan de staat alleen, dan kan het zo zijn dat er meer inflatie ontstaat dan wenselijk is. Dus uiteindelijk ligt het in de politieke economie van een land wat het financiële en monetaire systeem gaat opleveren. En in Nederland hebben we dus die traditie van diepe democratische wortels. Het poldermodel gaat in zekere zin al terug tot de late middeleeuwen, heb ik ooit samen met Maarten Prak in een boek beweerd. Dus dat soort instituties zijn belangrijk om de zaak te controleren. Wat met de ECB en met de euro gebeurd is, is dat eigenlijk de politiek dit soort besluitvorming gehaald is uit het politieke domein en helemaal is toevertrouwd aan één instelling die alle controle kreeg over wat er met de munt gebeurde. En dat is denk ik de fundamentele oorzaak van de ontsporing. Dus je moet terug naar een soort meer democratische controle over over de munt, over inflatie, over het idee wat vooral in de jaren 90 heel prominent was, dat je dus
besluiten over monetaire politiek door experts in isolatie die onafhankelijk waren van de dagelijkse politiek. He, dus het model van een centrale bank. Dat heeft uiteindelijk niet gewerkt. Dus je moet terug naar een democratisering van het monetaire beleid, althans tot op zekere hoogte. Dat is denk ik de belangrijkste conclusie die je hieruit kunt trekken. Die politieke onafhankelijkheid is in die zin een soort van illusie. Die betekent in de praktijk niet politiek onafhankelijk, want het is nog steeds super politiek wat er allemaal gebeurt. Maar het betekent dat er geen democratische controle op is. Ja. En dat het bij een instituut is belegd waar de macht diffuus is en waar we niet precies zien wie dan de macht in handen heeft. En dat lobbyisten de deur plat lopen. Ja, lobbyisten, maar ook ideologieën van individuele bankpresidenten. Het kan afhankelijk zijn van allerlei factoren die niet voorspelbaar zijn en die ook niet democratisch verantwoord worden na afloop. Ja. En dus dat hele beleid van het hele inkoopprogramma van de ECB is besproken binnen de directiekamers van de ECB. Maar daar is nooit een politieke verantwoording over afgelegd. En ik denk dat is nodig om dit soort ontsporingen tegen te gaan in de toekomst. En zijn er historische voorbeelden waarin dat een tijd lang wel goed is gegaan en dat ook via dit model kon werken? Dat het democratische inspraak was, maar dat er niet politici kwamen die dan ook weer de macht gingen misbruiken door te veel geld te creëren en op korte termijn misschien het electoraat te plezieren, maar op lange termijn schade te doen aan de economie? Ja. Nou ja, het beleid wat na 1945 bijvoorbeeld in het kader van het Bretton Woods systeem gevoerd is in de meeste Europese landen, komt dicht in die buurt. Dat was aan de ene kant gecontroleerd door het Bretton Woods systeem, was er een zekere discipline nodig om daarin te functioneren. Aan de andere kant werd dit beleid in hoge mate democratisch bepaald. Dus dat is denk ik een voorbeeld waarin dat evenwicht rond dat beleid relatief goed geweest is. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is ook niet goed uitgepakt uiteindelijk, want dat liep uit tot de stagflatie van de jaren 70. Dat klopt. Het Bretton Woods systeem is met name ondermijnd omdat de Verenigde Staten daarin een onaantastbare positie had gekregen. De dollar was daar de centrale munt in. En we waren allemaal afhankelijk, konden niets doen aan het beleid wat in de Verenigde Staten gevoerd werd. Dus daar lag die onevenwichtigheid vooral internationaal. Maar op nationaal terrein was de zaak denk ik veel evenwichtiger verdeeld. En wat is de rol van de staat hierin? Want in dat systeem was het de Amerikaanse staat die eigenlijk centraal staat in de controle over dat geldsysteem. En andere landen die hebben zich daarin te voegen. Bij de euro heb je ook een supranationale institutionele inrichting. Hoe heeft dat historisch goed gewerkt? Moet je dan dat nationaal beleggen? Of nog, zou er nog verder gaan, moet je het helemaal niet? Heeft de staat er misschien wel minder rol in? Zou je het aan private partijen moeten overlaten? Ja, het is een van de oudste discussies in parlementen die in Europa vanaf ongeveer 1200 opkomen. Ja. Dus het is een van de kernen van onze democratie, zou je kunnen zeggen. Je ziet zelfs in het eerste parlement, ik ga even nou een stapje terug. Ja, lijkt me goed om even flink de historie in te duiken. 1188 in León, in Spanje wordt dan het eerste, wat iedereen erkent als zijnde een Europees experiment met een parlement begonnen. En dan is een van de twee dingen die meteen besproken worden dat de vorst, maar moet zorgen voor een stabiele munt voor de komende 5 jaar. En in ruil daarvoor zijn de steden dan bereid om belasting te betalen. Dus dat is de deal waaraan de politieke economie van de late middeleeuwen die centraal staat in de hele opkomst van parlementen, dat de staat moet gedisciplineerd worden en de burgers zijn bereid
daar iets voor tegenover te stellen, zodat de vorst zijn oorlogen kan voeren, want hij moet natuurlijk wel de staat kunnen verdedigen of in het geval van Leon ook meedoen aan de Reconquista. Dat is denk ik de fundamentele uitwisseling die nog steeds van macht die nog steeds plaatsvindt. De staat moet gedisciplineerd worden, maar doet dat. De burgerij heeft deze lange termijn belangen om te voorkomen dat er te veel inflatie is en dat er te veel met de koers gemanipuleerd gaat worden. Als dat duidelijk is, dan krijg je in wezen een relatief stabiel systeem. Maar een zekere disciplinering van de staat is wel nodig. En kan je het ook zonder de staat af? Ja, daar geloof ik niet zo in. Dus de mensen die nu in de bitcoin handelen en daar de ideologie van propageren, en denken dat we het optimale systeem van het geldwezen is, dat de staat geen enkele rol meer speelt, daar geloof ik absoluut niet in. De bitcoin zelf laat ook nou niet bepaald zien dat het een heel stabiel systeem geworden is. Maar ik denk dat je altijd de macht van de staat nodig hebt om de gemeenschap, om de regels die je met elkaar afspreekt, ook opgelegd te krijgen. De verschillende partijen moeten ook gedisciplineerd worden. De enige met staatsmacht is natuurlijk de staat en die zal die rol moeten spelen. Maar die staat moet dat doen namens de burgerij. Dus die Nederlandse traditie waar ik het over had, is uiteindelijk gevestigd in het poldermodel. Waarin de burgerij een belangrijke controle over de staat uitoefent, mm-hmm, via allerlei instituties die de ruimte van de staat beperken. En waar gaat het dan fout als die staat geen rol speelt? Waarom is er... want er zijn ook wel periodes in de historie geweest, ja, waarin gewoon private banken hun eigen geld uitgaven en dat via marktdiscipline eigenlijk daar toch een bepaald evenwicht, ja, ontstond van hey, die bank die niet te veel geld uitgeeft, die is betrouwbaar, ja, daar kan ik van op aan dat die niet failliet gaat, dat geld ga ik gebruiken en de banken, ja, die er een potje van maakten, die, ja, konden dan vanzelf ja, spullen pakken. Ja, daar is wel mee geëxperimenteerd in het verleden. De bekendste periode is die van de free banking periode in de Verenigde Staten tussen, ik zeg nu uit mijn hoofd, 1835 en 1865. Daar zijn de resultaten heel gemengd van geweest. Heel veel banken die hebben het eerste jaar... Toen mocht iedereen eigenlijk een bank oprichten. Er waren wel bepaalde regels voor, maar die waren heel licht. Dat werd dan ook op hele grote schaal gedaan. De banken mochten hun eigen banknotes, bankbiljetten uitgeven. Dus dat op die manier, het mechanisme wat jij noemde, zou dat tot zelfdisciplineren moeten leiden. Maar in de praktijk viel dat erg tegen. Veel banken verdwenen al binnen een jaar en werden ook soms zo opgezet, dat heette dan wildcat banking, dat ook de intentie was. Dus dat men snel profiteerde van de mogelijkheden om bankbiljetten te drukken en uit te geven. En vervolgens ging de zaak failliet en zaten de mensen die bankbiljetten geaccepteerd hadden met het probleem dat die niets meer waard waren. Ja, dit is een parallel met wat je nu in die crypto-gemeenschap soms, ja, ook hebt gezien. Dat er, ja, partijtjes opkomen die met de verkeerde intenties zoiets opzetten en andere mensen die er dupe van zijn. Ja. Maar er zijn toch ook wel voorbeelden waar legitieme partijen wel een stabiele private munt hebben. Nou, sommige banken overleefden deze eerste golf, zou ik je zeggen. En hadden een langere levensduur. Maar het bleek toch over het algemeen lastig om het systeem stabiel te krijgen. Er wordt wel heel verschillend tegen aangekeken, hoor. Dus in de periode zelf heeft men de conclusie getrokken dat het zonder een centrale bank niet werkte. En die heeft men dus vanaf 1865 weer een soort centrale bank of centrale banken eigenlijk
op staatsniveau geïntroduceerd, omdat men toch de volatiliteit van het free banking systeem niet langer wilde. Dus je zou kunnen zeggen, de evaluatie in de periode zelf was negatief, want anders was men ermee doorgegaan. Er zijn wel studies van monetaire historici die daar positief over zijn en zeggen dat bijvoorbeeld in New York heeft het redelijk goed gefunctioneerd, want daar waren een beperkt aantal banken overleefden die eerste selectiefase en begonnen langetermijn beleid uit te zetten. Werkte ook samen, vingen elkaar op als daar problemen waren op de markt. En dat groeide dan uit tot een relatief stabiel systeem waarin zelforganisatie eigenlijk de oplossing was. Maar in heel veel andere staten had men niet dezelfde mogelijkheden en kwam het niet zover. Dus je had eigenlijk een bepaald niveau van financiële ontwikkeling nodig om door te stoten naar een stabiele variant van dat systeem. En in veel andere staten lukte dat niet. En zat men vaak dus na elke financiële crisis, en er waren heel veel financiële crisis in deze periode in de Verenigde Staten, met de gebakken pieren. Een ander voorbeeld is Schotland, wat heel lang wel een behoorlijk stabiel systeem gehad heeft. Het is nog steeds zo dat als je Schotland bezoekt, dat je soms bankbiljetten krijgt die gerelateerd zijn aan specifieke banken die ze uitgeven. Tot ongeveer 1850 heeft dat relatief goed gefunctioneerd. Adam Smith, de grote vader van de economie, die zag dat als een heel geslaagd experiment. Nou ja, wie zijn wij om het met Adam Smith oneens te zijn? Maar daar waren het ook een beperkt aantal, 3 of 4 banken geloof ik, die dat hele systeem controleerden. Er was bijna geen toetreding van kleinere banken. Dus het is mogelijk om zoiets te hebben, maar dan moeten dus de banken onderling tot een soort oligopolie, of misschien haast tot een monopolie besluiten en de zaken met elkaar afstemmen. Ja, dan, dat is een iets anders als de free banking ideaal, wat dan in theorie bestaat, waarin het idee is, er is een voortdurende aangroei van nieuwe banken en het voortdurend verdwijnen ook weer van oude banken. Ja. Dat is niet wat we bij de succesvolle voorbeelden van free banking zien. En was er dan tussen die Schotse banken, als je de banknoot van de ene bank had en de banknoot van de andere bank, was daar dan ook een onderlinge wisselkoers die fluctueerde? Ik denk het wel, dat lijkt me onvermijdelijk. De details daarvan weet ik niet. Het waren natuurlijk allemaal onafhankelijke banken van elkaar. Of ze dat op elkaar, ook de koersen op elkaar afstemden, daarvan zou ik nog dieper in dit voorbeeld moeten duiken. Maar in Amerika was het wel dat die notes die fluctueerden met elkaar. De ene noot, als het bleek dat die bank niet zo betrouwbaar was, dan daalde de koers van zo'n banknoot. Ja. Ja. Als je dan nu naar het huidige systeem kijkt van bankair geld, hè, onze private banken scheppen geld, maar de staat geeft nu het contante geld uit, de briefjes en de muntjes, en onze banken digitale geld worden de Rabobank en de ING scheppen dat geld, maar die wisselkoers tussen de Rabo-euro en de ING-euro, die is altijd één op één. En daar komt de staat weer om de hoek kijken. Dus dit is een soort, dit lijkt een hybride model van privaat met de staat erachter. Is dit dan de situatie waar je op altijd onvermijdelijk op uitkomt om een soort van stabiliteit te krijgen, ook om overzicht te houden? Ik weet niet of het onvermijdelijk is, maar het is wel een systeem wat als zodanig redelijk goed gefunctioneerd heeft natuurlijk. Op nationaal niveau. Er zit natuurlijk wel een soort ontwerpfout in dat de voordelen van het creëren van giraal geld nu wel heel, die komen bij de banken terecht. En dat hebben we ons tot voor kort eigenlijk nauwelijks gerealiseerd. Maar dat is natuurlijk een soort bonus die zij meekrijgen. En daar kun je grote vraagtekens bij zetten. Mm. Dat is natuurlijk ook de afgelopen jaar gedaan. En ik denk dat dat een hele terechte discussie is.
Dat zou anders georganiseerd kunnen worden. Dat zou ook de prikkel bij de banken wegnemen om geld te creëren. Mm. Want nu verdienen ze daaraan. En dat betekent dus in feite dat ze er een positieve prikkel hebben om krediet te verschaffen aan de hele economie. En de schuldenberg waar we toch al mee zitten verder te vergroten. Dat is denk ik niet de type prikkel waar we blij mee moeten zijn, want dat werkt de verkeerde kant op. Een van de grote problemen op dit moment is toch dat we een soort schuldenberg gecreëerd hebben, mede dankzij de lage rentestand van de afgelopen jaren, die ja, boven de economie hangt en toe kan gaan slaan als er weer een financiële crisis gaat uitbreken. Dus dat is denk ik gerelateerd aan het feit dat de grote banken geld creëren. En dat zouden we moeten corrigeren op een of andere manier. Hm. Dat lijkt me een ontwerpfout waar onvoldoende over nagedacht is. Hm. Het lijkt bijna wel of welk systeem je ook pakt, of het nou aan private banken laat, aan overheden, aan een hybride systeem waarbij die private partijen weer worden gedekt door een overheid die erachter staat. Altijd wordt er op een gegeven moment toch weer de prikkel gevoeld om meer geld te creëren dan goed voor de economie is. Ja, maar dat is ook begrijpelijk, want het is een soort bonus. Uit het niets kun je winst maken, kun je inkomen genereren. Als je het privilege hebt om krediet te kunnen creëren zoals banken, dan is dat een bonus die uit het niets voortkomt. Ja, dat is de makkelijkste manier van geld verdienen. Dus het is begrijpelijk dat dat aan banden gelegd moet worden. Dat is in elk financieel systeem moet je zodanig de discipline zien te organiseren dat die prikkel beperkt wordt. Ja. En dat hebben we niet goed gedaan de afgelopen tijd. Maar voor dit argument, daarom is de goudstandaard ook zo lang is daaraan vastgehouden, omdat dat een soort van fysieke beperking. Ja, maar zelfs bij de goudstandaard was het zo dat je voordeel had bij het creëren van basisgeld. Hè? Dus de echte winsten van de gouden standaard zaten bij de kernlanden van het systeem. Engeland in eerste instantie, Frankrijk, Noordwest-Europa in het algemeen. Zij vormden de basis van het systeem, zij creëerden het basisgeld. Andere landen waren daar weer afhankelijk van. Die hadden geen goudreserves, maar die hadden trekkingsrechten, om het even in Bretton Woods termen te vertalen, op goudreserves die in Engeland zaten. De voordelen van stabiliteit van de gouden standaard, die zaten bij de kernlanden in West-Europa. En Argentinië of India of China hadden grote moeite om mee te gaan bij met het gouden standaard verhaal. Dus ook daar is het voor bepaalde landen heel voordelig geweest. Maar voor de periferie van het kolonialisme was het helemaal niet zo'n handig systeem. Dus het is altijd een machtsvraagstuk waar. Ja, absoluut. Maar geld komt uiteindelijk, zoals zoveel dingen, weer op macht uit. Ja. En het idee dat we die macht afzonderlijk kunnen plaatsen in een centrale bank en dat er dan door wijze heren verstandige besluiten worden genomen die voor ons allemaal goed zijn, dat is gewoon niet zo. Die macht moet ook democratisch gecontroleerd worden en gebalanceerd worden door alle maatschappelijke krachten die daarmee te maken hebben. Ja. Goed, we gaan richting afronding van het gesprek, maar ik zou het zo mooi vinden als u eigenlijk nog een voorbeeld heeft, dan een historisch voorbeeld, waarin zo'n systeem dan in ieder geval voor een tijdje goed heeft gewerkt. Wat een van de, waar volgens u deze principes dus wel goed zijn belegd met die macht beleggen bij die middenklasse en dat ook daar een tijd lang blijft liggen. Nou ja, een mooi voorbeeld waarin het redelijk goed gefunctioneerd heeft is de Republiek. Dus de Nederland tussen 1600 en 1800 was een gedecentraliseerde politiek systeem. Waarin eigenlijk een soort poldermodel functioneerde.
waarin de controle over geld vrij breed gedragen werd. We hadden dus de discussie over dat geld aan de ene kant stabiliteit moet brengen en aan de andere kant voor onstabiliteit kan zorgen. Dat werd daar bijvoorbeeld in Amsterdam opgelost door aan de ene kant een wisselbank te organiseren die een stabiel systeem van transfers van munten tussen alle handelspartners organiseerde. En daarnaast was er een beleenbank die de speculatieve leningen deed namens de stad. En dus het systeem van de wisselbank heeft 200 jaar voor stabiliteit van het ruilverkeer gezorgd. En dat was ingebed in de bekende polderen, wat kenmerkend was voor de Republiek. En dat werd geboren uit het idee dat de kooplieden wilden liever niet dat het muntverkeer ook onderwerp werd van allerlei speculatie en allerlei wilde koersbewegingen. Want zij wilden alleen maar koopman zijn en ze wilden niet ook nog speculant moeten zijn. Daardoor hebben ze de wisselbank opgericht, een lang verhaal kort samengevat. En dat heeft dus heel lang deze functie vervuld. Ja, want daar kon je je gouden munten dan neerleggen en dan kreeg je papieren geld van die bank. En dat was heel handig in het in de omloop. Ja, je kreeg geen papiergeld, je kreeg een inschrijving in de registers. Oké, ja. En dat werkte dan als geld. Ja. Ja. Dan kon je aan elkaar overslaan. Maar ook die bank is uiteindelijk geklapt omdat er met de VOC toch wat problemen waren. Ja, maar echt te veel geld werd uitgeleend. Als onze innovaties het bijna 200 jaar volhouden, dan kun je wel zeggen dat het redelijk goed gefunctioneerd heeft. Het blijft allemaal mensenwerk. Hè? Dus daar begonnen we mee. Ja. Dat is ook de les die we bij de euro aan de euro moeten verbinden. Het is mensenwerk en het zal eens fout gaan. En normaal gesproken gaat zoiets fout in een crisisperiode. Wanneer je al met heel veel andere crisiselementen zit en dan gaat er ook nog een keertje, wordt de stabiliteit van het financiële systeem onderuit gehaald. Dat is niet wat je wil. Wat je verstandig zou zijn, is dat je het eurosysteem geleidelijk aan kan ombouwen tot een systeem wat wel goed kan functioneren. Nou, die kans lijken we gemist te hebben, want we komen nu weer in een periode met hoge inflatie, waarin die spanningen zullen oplopen. Ja. Dus vanuit die crisis zullen we nu naar een oplossing moeten gaan. Wat zijn de paden die we nu, waar we ongeveer uit kiezen, kunnen kiezen, die voor ons liggen, en welke richting is het meest verstandig om nu op te gaan? Ja, dat als historicus vind ik het altijd lastig. Moeilijk om naar de toekomst te kijken. Om maar goed, de toekomst heel veel zinnige dingen te zeggen. Wat voor de hand ligt is dat Europa gaat de komende tijd, denk ik, op allerlei terreinen veel meer macht naar zich toe trekken. En dat lijkt me op zich een goede zaak. De druk die van buiten op het systeem komt door Poetin, door wat er in China gebeurt, zal het nodig maken om een soort nieuwe golf van staatsvorming binnen Europa tot stand te brengen. En daarbij kan ik me niet voorstellen dat het financiële, het monetaire systeem overgeslagen wordt. Het probleem is dat het nu nog een soort taboe is om daarover te praten, omdat men het gevoel heeft, er is geen alternatief, dus we houden onze mond maar dicht. Want alles wat we zeggen kan alleen maar contraproductief uitpakken. En daar moeten we vanaf. We moeten gewoon een open discussie kunnen voeren over de euro en alle andere elementen van de Europese samenwerking, maar ook over de euro, zonder dat we het risico lopen dat we meteen het vloerkleed onder het hele experiment weghalen. Maar je zegt, we moeten een partij zijn op het wereldtoneel met de VS, met China. Ja. Maar kan dat ook op een manier die wel nog die democratische waarden dan vasthoudt? En ook
Want het idee van we moeten tegenmacht bieden tegen bijvoorbeeld een China en dan moeten we meer op China lijken met een gecentraliseerde overheid die ook de macht over ons geld heeft, dat is dan... Dat lijkt mij niet de voor de hand liggende... Hoe ziet dat model eruit waarbij je die tegenmacht kan bieden, maar dat wel die democratische waarden ook overeind blijven? Dat model hebben we in zekere zin al. Dat is, kom ik weer terug op het poldermodel. Europa is gewoon één groot poldermodel. Dat betekent dat je vanuit een gemeenschappelijke basisfilosofie bereid bent met elkaar samen te werken en compromissen te sluiten. Dat is de enige manier waarop we deze samenwerking kunnen vormgeven. Het kan niet zijn zoals de Duitse eenwording of de Italiaanse eenwording, dat je met een leger gaat rondtrekken door Europa en Boedapest verovert en Orbán afzet en dan daar een Europa-vriendelijk regime gaat neerzetten. Dat is niet een begaanbare weg. En om dat te bereiken, juist om die eenwording te bereiken, zullen we dan die soevereiniteit eerst weer... over het geld weer naar onze nationale parlementen moeten halen? We moeten in ieder geval een ander systeem verzinnen waarin er een beter evenwicht is tussen die nationale soevereiniteit en de doelen van het monetaire beleid in Europa. Nu is dat uit evenwicht en nu functioneert dat niet, want uiteindelijk zijn de lidstaten ook van de EMU onafhankelijk en uiteindelijk niet te disciplineren. Zoals we met Griekenland, daar hebben we eindeloos geprobeerd dat te disciplineren, maar dat lukt uiteindelijk niet, omdat volgens de regels die wij uitgevonden hadden in ieder geval dat te doen. Dus je zult een ander systeem moeten verzinnen waarin dat evenwicht beter gegarandeerd is. Goed. Daar gaan we naar op zoek. Lijkt me een goed plan. Dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Vond je dit een leuk gesprek en wil je meer van dit soort uitzendingen zien of beluisteren? Abonneer je dan op dit kanaal.